De leden van KBO Horst kregen dinsdag tijdens een bijeenkomst allemaal een roos voor hun inzet. Eerder ontving het bestuur van KBO Horst een bos rozen van Omroep Horst en de Maas tijdens het radioprogramma De Wekker Radio. Het bestuur vond dat alle leden deze roos verdiend hadden. In Durham hebben we nu hier die rozenstoel. En ik wil dan ook hier vandaag alvast de bestuursleden een roos uitreiken. Maar voordat jullie de roos gaan straks, kriegen jullie allemaal van mij een roos van De Wekker Radio. Horst aan de Maas. Daarna overhandigde Han Geurts een check van 1000 euro aan KBO Horst als dank voor het ondersteunen bij de entree van de Hiltoe afgelopen oktober. Uiteraard werd er geproost met een biertje en genoten de aanwezigen van een mooi optreden van Mieke en dochter Petra.